Deze beschouwing die gaat over de goed gelovige mens. Het is een heel bijzonder soort mens, de goed gelovige mens. De goed gelovige mens die plaatst geen vraagtekens bij gebeurtenissen. Die neemt alles aan. Als het maar komt van een betrouwbare bron. Dus niet van de Bijbel, bijvoorbeeld. Want de Bijbel is geen betrouwbare bron, want dat is zo. Nee, het moet zijn geweest op het NOS-journaal. En dan is het betrouwbaar en dat neemt men zonder meer aan. Ongelooflijk. Echt bijzonder hoor, de goedgelovige mens. Ik heb ook het idee dat de goedgelovige mens, dat die het niet zo nauw neemt met moraal. Maar dat kan komen door de goedgelovige mensen die ik ken, of het komt door het feit dat de meeste mensen die ik ken, dat die goedgelovig zijn. En dat de meeste mensen die ik ken het niet zo nauw nemen met de moraal. En dus dat de meeste mensen die het niet zo nauw nemen met de moraal dan ook goed gelovig zijn. Ja, het zijn twee dingen die hebben dan op zich niks met elkaar te maken. Maar ja, ze die twee groepen overlappen. Ja, dat kan. Maar het valt me wel op. Kijk, in mijn Bijbel staat in Efezen hoofdstuk 6, vers huppeltje pup. Wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden. Daar zit geen woord Frans tussen, of wel? Maar mensen zeggen, ja, kerel, de Bijbel, dat is die samenswering. Ja, inderdaad. Het hele idee van samensweren, dat is al zo ontzettend oud. De goedgelovige mens, die wil dat niet geloven, hè? Nee, maar dat is niet hoor. Die samenzweringen, nee, dat bestaat niet. Dat kan niet, man. Dat kan echt niet. Want dat betekent dat dus, maar Perry, hoor je wel wat je zelf zegt? Dat zou, jij zegt dus dat mensen dan, als ze dan iets kwaads van plan zijn, dat ze dat ook in samenwerking doen. Wat zeg ik dan zelf eigenlijk? Nou, in elk geval, Perry, dat kan niet hoor, wat je zegt. Samensweringen, dat kan niet. Dat is gewoon onmogelijk. Ga er weg. Ja, kleine samensweringjes, dat kan wel. Van een mannetje of drie of zo. Ik zag laatst een film van Quentin Tarantino. En daar was ook zo'n klein samensweringje. Daar gingen ze een bank overvallen. En daar hebben ze ook niet eerlijk van tevoren verteld wat ze gingen doen. Kijk, en zo'n samensweringje, kijk, dat kan wel. Maar niet een samenswering die... Nee, dat kan niet. En dan vraag je aan die mensen, waarom dan niet? En dan kijken ze je zo aan van, ja, moet ik jou dat nog uit gaan leggen? Neem dan bijvoorbeeld de maanlanding. Het verhaal zit als volgt in elkaar. Want in 1969, toen was het op tv, ergens in de zomer. Een paar maanden later zaten we er alweer. En eventjes later zaten we er alweer. En ergens in de jaren 70 zaten we er voor de laatste keer. En toen nooit meer. En de NASA die zegt nu van ja,
We hebben alle gegevens vernietigd en daarom kunnen we er niet meer opnieuw naartoe. En dat is raar om twee redenen. De ene reden dat het raar is, is omdat het waar is dat ze alle gegevens hebben weggegooid. Dat vind ik raar. Door de maanlanding gaat toch door voor de allergrootste fysieke prestatie die de mensheid heeft gepleegd. Door het beklimmen van de K2 of de Himalaya huppeltje pup. Dat is natuurlijk ook een hele grote prestatie. Maar de maan is toch even een... Is er even ietsje meer klimmen. Dat is echt een enorme prestatie. En dan ga je al het materiaal weggooien. Alle blauwdrukken van alle apparaten die gemaakt zijn. En alle meetgegevens. Alles. Alles is weg. Alles is ook echt weg. Ik heb op internet... heb ik een interview gezien met iemand van het archief van de NASA. En die zei tegen mensen die daar op bezoek kwamen en vroegen naar wat er nog is van de maanlanding aan gegevens. Dat is een hele goede vraag. Dat wilden wij ook weten en wij kregen toen te horen dat er helemaal niks meer was en dat ze alles hadden weggegooid. Dus ja, wij hebben het ook niet. En dat was het archief van de NASA. Dus het archief, medewerkers van de NASA zeggen dat ze die gegevens niet hebben. Nou, dan mag je ervan uitgaan dat ze die gegevens dus niet meer hebben en dat ze dus inderdaad die gegevens hebben vernietigd. En de goedgelovige mens, die ken ik, hè, die denkt dan van ja, dat heeft de NASA gedaan omdat die banden waarop die gegevens stonden... die waren heel duur. En daarom moesten ze alles wissen, want die banden waren zo duur. Ja, ja. Hoe je praat over banden, gewoon videobanden. Alle digitale data, ze hadden toen al computers... Die digitale gegevens die worden opgeslagen, werden opgeslagen op tapes. Dat is vrij gebruikelijk. En die tapes, ja, dan gebruik je videotape bijvoorbeeld. Toch, wij kunnen nog prima kijken naar. Wat voor een willekeurige Amerikaanse tv-serie ook. Die staan ook allemaal op die tapes. Ja, die tapes, die zijn er allemaal nog. Maar de tapes met de digitale data van de maanlandingen, die hebben ze gewist, want die tapes die waren zo duur. Daar moesten andere dingen overheen gezet worden. Ja, welke dingen dan? Wat was er nou belangrijker dan die meetgegevens van de maanlanding? Ja, dat weten die goedgelovige mensen dan niet. Ja, ik zeg je, we zijn helemaal niet naar de maan geweest. De NASA, dat is niets meer dan een façade. Waar dagelijks 70 miljoen op de bankrekening wordt gestort. Ja, en als je $70 miljoen per dag binnenkrijgt, ja, you believe me dat jij in staat bent om die façade op te houden. Door wat is er nou goedkoper? Echt naar de maan gaan? Of de mensen voor de gek houden met namaakfilmpjes? Net alsof je naar de maan bent geweest. Ja, wat is denk je volgens jou het goedkoopste? En kom nou niet aan met het verhaal dat mensen niet zo slecht zijn dat ze zoiets niet zouden doen. Tuurlijk doen ze dat. Waarom doen ze dat niet doen?
Onze premier van Nederland, die was toen geen premier meer, Willem Drees. Maar hij was toen geen premier meer, maar hij was het wel geweest. Hij is ex-premier en die kreeg een maansteen. Dat was helemaal geen maansteen, dat was versteend hout. Daar zijn we achtergekomen, ergens in de 21ste eeuw. Willem Drees was overleden en toen hebben ze zijn huis leeggeruimd. En toen kwamen ze die maansteen tegen en toen dachten ze, kom, die geven we aan de Universiteit van Amsterdam. En die dachten, oh wat leuk, gaan we gelijk kijken wat er in die maansteen zit. Ja. Koolstofverbindingen, het was hout. Dus niet van de maan, want op de maan groeien geen bomen. Klaar. En goedgelovige mensen, die overtuigt dat helemaal niet. Die denken, ja Willem Drees, oké, die heeft een nepstukje dinges gekregen. Maar dat was een grapje van de NASA. Je moet ook begrijpen dat die mensen bij de NASA wel van een grapje houden, hoor. Daar moet je niet zo moeilijk over doen. Niet gelijk gaan denken dat de maanlanding dus niet heeft plaatsgevonden. Want dan ga je wel heel erg ver, hoor, Perry. Wil jij dus zeggen dat ik al die jaren lang geloofd heb in Sinterklaas, terwijl die niet bestond? Ja, zeg ik inderdaad. Je hebt geloofd in die maanlanding en die heeft helemaal niet plaatsgevonden. Klaar. Dat kan ook helemaal niet en het heeft geen enkele zin. En je ziet dan bij die lancering van de maanland, van die raketten, dan zie je dus hoe enorm veel energie er nodig is om zo'n ding omhoog te krijgen vanuit de aardoppervlak richting de maan. Ja. En vanaf de maan weer terug naar de aarde heb je een zesde van de zwaartekracht. Dat is een stuk minder, maar dat is nog steeds een zesde. Ja, dat is nog steeds een hele hoop, hoor. Nee, dat was fake, man. We hebben ons voor de gek gehouden. En wij hebben ons voor de gek laten houden. Dat ook. Wij wilden dat graag geloven. En wat wij niet willen is te moeten toegeven dat we ons voor de gek hebben laten houden. En daarom blijven wij liever goed gelovig. En geloven wij alles wat de tv zegt? Dat is echt vrij simpel. Neem dat boekje van George Orwell. Die man heet Blair, by the way. Maar dat was een pseudoniem, hè? George Orwell. Dat boek heet 1984. 1984. Zo'n boek, dat komt dan op de markt en dat lezen we dan en denken, ja, dat vinden we wel heel wat. Ja, dat is wel apart. Ja, wanneer zou dat gaan gebeuren? Het gebeurt al lang. Dat is ook de hele grap. Ze kunnen wat ze doen, dat kunnen ze op laten schrijven, in dit geval door die meneer Blair. En die schrijft netjes op wat ze aan het doen zijn, in de trant van dit gaat in de toekomst gebeuren. Nee, dat was helemaal geen toekomstig boek, dat was al lang gaande. Dat dus de geschiedenis geschreven wordt of herschreven wordt, dat was al lang gaande. Van de Tweede Wereldoorlog, over de Tweede Wereldoorlog, daar heb je nog nooit een zinvol verhaal over gelezen. Alles wat je gelezen hebt, dat is bij elkaar gezogen uit een hele grote dikke duim. Adolf Hitler, die is geselecteerd. Die is uitgekozen. Niet door het Duitse volk, nee. Door de jongens en meisjes van de wereldorde. En die hebben gedacht van, nee, hadden waarschijnlijk meerdere mannetjes op het oog, hoor. En Adolf Hitler is het dan geworden. Dat is intern besloten. En Adolf Hitler is geselecteerd op basis van zijn dictie. Dat hij goed kon spreken en hij had een hele goede lichaamshouding. Hij stond ontzettend recht. Is je dat opgevallen? Kijk maar eens hoe die liep en hoe die stond. Zo. Daar hebben ze natuurlijk ook op getraind met hem. Natuurlijk.
En toen het hele circus voorbij was en heel Duitsland kapot gemaakt was, toen is Adolf Hitler enkele reis Paraguay of Patagonië of zeg het maar. En hier is het erg fijn, heeft dus een oude dag doorgebracht. Waarschijnlijk. Zeker weten doen we dat niet. Maar het ligt in de lijn der waarschijnlijkheid. Heel Duitsland aan de gort. En waarom moest Duitsland aan de gort? Ja. Martin Luther was een Duitser. Immanuel Kant was een Duitser. Arthur Schopenhauer was een Duitser. En gewoon maar door. En nog steeds hoor. Ze zijn nog steeds niet klaar met Duitsland. En met Nederland ook niet, by the way. Ze maken ons helemaal kapot, man. En een goedgelovige mens die... Ach, het interesseert hem allemaal niet veel. Die vindt het wel leuk. Ook nog. En dan moet je niet mee aankomen van die ingewikkelde verhalen. Dat de Verenigde Naties dat een instrument is van de wereldorde. En dan moet je niet mee aankomen dat de katholieke kerk de verlichaming is. Belichaming is, de vervleeselijking is van de antichrist. Dan worden ze zelfs nog boos ook. Het is best schrikken hoor, als je er achter komt. Het zijn voor mij twee schrikmomenten geweest. Het ene schrikmoment was dat ik erachter kwam dat de overheid, dat een criminele organisatie is. En dat is heel eng natuurlijk. En het tweede schrikmoment, en dat is zo mogelijk nog enger, dat is de goedgelovige mens. Die, ja, die wil blijven geloven in dat wat hij altijd geloofd heeft. Want zo is het fijn. Mijn dochter, dat is ook een goedgelovige. Ja, die gelooft ook dat het helemaal fout gaat met het klimaat, want dat wordt gezegd. En die zei ook tegen mij even, ja, we moeten minder consumeren. Zeker minder consumeren. Ik heb het hier in Arnhem. Arnhem heb ik zien aftakelen van een stad. Heel levendig. Was het donderdag zelfs tot en met... Ja, van donderdag tot en met zondag was het druk in het uitgaansleven hier in Arnhem. Donderdag tot en met zondag. Toen werd er behoorlijk geconsumeerd hoor. En zaterdag, dan heb je zo'n winkelstraat hier in Arnhem. Dan kon je over de hoofden lopen. Irritant druk was het als je haast had. Nu niet meer. Ja, vind je het gek? De V&D is dicht. De Bijenkorf was al weg. Allerlei kledingwinkeltjes, dus is weg. Het enige wat je hier nog hebt, dat zijn van die franchisers, zijn dat toch, denk ik, hè? Van die grote ketens. En die hebben dan hier ook een vestiging. Maar ja, die hebben ze ook in Deventer, die hebben ze ook in Zutphen, die hebben ze ook in Utrecht. Daarvoor hoef je echt niet naar Arnhem. Nou, dan heb je nog in de kleinere straatjes heb je her en der een nagelstudio. Nee, het gaat. Bij de vishandel
Daar moest je een van die bonnetjes trekken als je binnenkwam. Ja, zo'n nummertje moet je trekken. Dat hoeft helemaal niet meer. Oh, dat komt door het internet, Piri. Ja, ja. Iedereen koopt de vis tegenwoordig via het internet. Nee, mensen kopen helemaal niet meer. Er wordt helemaal niet meer geconsumeerd. Dat wordt heel bijzonder, hoor. Dat... Nederland verandert heel langzaam in een armoedige bende. Stapje voor stapje. Dat is tragisch voor ons. De Nederlander. En omringd met al die goedgelovige mensen. En die goedgelovige mensen die in een goede geloof geloven ze dat er niks aan de hand is. Als we nou maar wat minder gaan consumeren, dan komt alles goed. Dan denk ik nog minder. Maar dat is de goedgelovige mens. Die maakt zich nergens zorgen over. En ik maak me op zich ook helemaal geen zorgen, moet ik zeggen. Aan de ene kant komt dat omdat ik 60 ben. En ik kan terugkijken op een ontzettend leuk leven. En ja, het leven wat ik nu leid, dat is niet oninteressant. Of beter gezegd, het is interessant. Ik vermaak me wel. En ja, ik ben dus 60. En ik leef van heel weinig per dag. En de spullen die ik heb, daar ben ik heel tevreden mee. En nieuwe spullen heb ik niet nodig. Dan heb je zo'n beetje mijn leven gehad. Ik heb nog genoeg onderbroeken. Ik heb nog genoeg sokken. Ik heb laatst 2 spiksplinter nieuwe spijkerbroeken gekocht. Dus nou, ik hoef voorlopig niet in mijn blote kont over straat. Ik heb een reserve paar schoenen. Nee, ik heb meerdere reserve schoenen. Maar 1 paar schoenen, die zijn echt hartstikke goed. Dus dat is zo goed als nieuw. Kan ik zo inlopen. En ik heb natuurlijk mijn echte schoenen, die ik dagelijks gebruik. Ik heb een fiets. Ja, mij overkomt voorlopig helemaal niets. Denk ik. En ik kan vol verwondering kijken naar de maatschappij van goedgelovige mensen. Dan denk ik, jeetje. Hoe gaat dat aflopen? Ja, je kan je in elk geval voorstellen dat die armoede, die gaat dus toenemen. Nou, het onderwijs, dat zijn ze aan het afbouwen. Je krijgt steeds dommere mensen die steeds minder kunnen rekenen. Dus die hebben dan ook niet in de gaten dat we steeds armer worden. Nou, op Facebook zitten ze allemaal te jubelen bij die berichten van de VVD over gedwongen inenting van kinderen met ongeteste chemicaliën. En dat moeten we doen om onze kinderen te redden. Ongelooflijk. Ik weet nog dan die met die vaccinaties, hè, daar heb ik het over. De VVD wil verplicht vaccineren. Hè? En vaccins worden niet getest, zoals je waarschijnlijk wel weet.
zij een nieuw medicijn op de markt wil brengen, dan ben je verplicht om dat medicijn eerst te testen. En dan wordt aan jou gevraagd om een dubbelblind test uit te voeren, waarbij je de proefpersonen in twee groepen indeelt. Die ene groep die krijgt een placebo en die andere groep die krijgt de werkzame stof. En de bedoeling is dat de groep die de werkzame stof krijgt alleen maar positieve effecten ondervindt van de werkzame stof. En dan kan je dus twee dingen testen. Punt 1, je kan testen of jouw medicijn überhaupt werkt. En punt 2, en passant test je ook of het geen schadelijke gevolgen heeft. Ten opzichte van de placebo. En een placebo is een duur woord voor iets wat helemaal niks inzet. Een kalktablet. Nee, dat mogen ze met vaccins niet doen, want dat is onethisch. Ja, dus worden onze kinderen geïnjecteerd zonder dat we het eerst getest hebben. Ja, en heel Nederland loopt te juichen. Dat is de goedgelovige mens. Bijzonder hoor. Ik weet nog wel, dat was jaren terug hoor. Dat was in 2006, 2007. Toen was ik net achter dat verhaal met 11 september gekomen. En ik ging toen om met mensen van 20, 21, dus relatief jonge mensen, bij de Katholieke Universiteit van Nijmegen. En ik zat in het groepje van de bollebozen. Een categorie logica, metafysica, taalfilosofie. Maar echt behoorlijk onderlegde mensen. En ik laat een van die jongere mensen, die laat ik zo'n website zien van Architects and Engineers for 9/11 Truth. Ik zeg, moet je hier maar eens kijken. En ik klik zo'n beetje in de rondte. En die jonge man die kijkt zo naar het beeldscherm en die kijkt naar mij en die zegt, ja, alsof een website mij kan overtuigen. En wat hem betreft was mijn hele verhaal daarmee ontkracht. Want gebaseerd op een website en websites waren wat hem betreft niet overtuigend. Een jongen van een jonge man, 23, 24, met een IQ van 150 of zo. Ik was stom verbaasd. Ja, het is bizar, de goedgelovige mens. Die het erg belangrijk vindt dat het altijd goed gegaan is. En omdat het altijd goed gegaan is, zal het morgen ook wel goed gaan. Nou, dat is een logica van helemaal niks. Punt 1, het is nooit altijd goed gegaan. En het feit dat er altijd iets op een bepaalde manier is gegaan, biedt helemaal geen garantie dat het morgen weer op diezelfde manier gaat. Klaar. Zo kan iemand, die is ook helemaal niet dom. Die zei tegen mij van ja, ik wil best geloven dat er van alles aan de hand is met de wereldpolitiek wat we eigenlijk niet weten. Maar wat ik niet wil geloven is dat het de daders die er allemaal achter zitten, dat het gaat om een relatief kleine groep. Van de 1% die de 99% onder de duim weten houden. Zuchten, denk ik dan. Kijk, als je iets weet van geschiedenis, dan weet je dat in Griekenland, wat dan doorgaat voor de bakermat van de democratie, daar had je van de bewoners van Athene, het 1% had stemrecht.
Want die hadden namelijk de poen en de mooie huizen. En die andere 99%, dat waren slaven. Ja, en die 1% hield die 99% prima onder de duim. Er was geen enkel probleem in Athene. En nu plotseling wel? Wat op weg. Hoe Plato, dat is een Griek uit die dagen, die heeft het netjes opgeschreven. Van nou, kijk, je houdt de boel als volgt onder de duim. En je moet zorgen voor theater. Je moet ervoor zorgen dat iedereen helemaal bevangen is door theater. Dan kijken ze niet meer naar elkaar, dan kijken ze alleen maar naar het theater. En dan kan jij achter hun rug om lekker doen waar je zelf zin in hebt. Plato is dat. Ja, lees je bloody history, zou ik zeggen. Oh, Perry, wat staat dat dan? Ja, dat staat in het boek, dat heet De Staat. En het onderdeel is de allegorie van de grot. Dus dan weet je gelijk hoe die in elkaar zit. Het gaat om het, ja, nou, precies wat ik zeg. De mensen bevangen laten zijn door het theater. En dan zitten ze helemaal gevangen in het kijken naar het theater. En dan kijken ze niet meer naar elkaar. En dan heb je ze volledig onder controle. Dat is wat je nu ziet. En dan hebben ze zoiets als kijk- en luistergeld. Daar maken ze een hele stampij van. Hè? Ja, je moet wel kijk- en luistergeld betalen. Ja, waar het natuurlijk om gaat. Dat kijk- en luistergeld, dat zouden ze zelfs nog bereid zijn om dat zelf te betalen. Waar het om gaat is dat het volk elke dag kijkt. En door te gaan lopen brullen dat er mensen zijn en die kijken het zonder ervoor te betalen en dat zijn misdadigers, dan gaat iedereen denken van ja, dan moet ik eigenlijk ook kijken. Nou, zo kijkt iedereen dus. En tegenwoordig kijkt iedereen naar zijn iPad, zijn smartphone en dan zitten ze daar te kijken. Maakt helemaal geen donder uit hoor. Daar krijgen ze dezelfde theatermeuk te zien. En bij YouTube heb je dan op zich wel alternatieve kanalen, maar om nou te zeggen dat er veel zijn, nee. Het meeste is ongelofelijke onzin. En Netflix, dat stelt helemaal niks voor. Ik heb dat een tijdje, dat was in mijn zuiptijd. Mijn zuipvakantie, zullen we maar zeggen. Dan keek ik het elke dag naar Netflix. En dan zie je het dat het nergens meer op slaat. De blanke man is de sukkel. En de negroïde vrouw, dat is de ster. Een soort rangorde. Dus onderin heb je de blanke man. En dan krijg je daarboven de blanke man. En dan krijg je de blanke vrouw. Nee, het is een beetje gewisseld. Maar anyway, het allersuperste, dat is de negroïde vrouw. En dan heb je ook nog de blanke vrouw. En die is altijd nog beter dan de blanke man. En je hebt dan de negroïde man. En die is altijd nog beter dan de blanke man. Dus de blanke man zit helemaal onderin. Dat is altijd de dommerik. En als je dat één keer ziet, dan dan ga je er alleen maar aan lopen ergeren. En toen werd dat account van Netflix, diegene, ik zat mee te liften, want dat mag hebben Netflix. Ik zat gratis mee te kijken en die persoon in kwestie, die is ermee opgehouden. En, ja, toen was mijn meeliftavontuur ook voorbij.
En ik vond het wel best. Ik kijk het niet meer. Kijk, die hele filmpjes toestanden ben ik eigenlijk mee opgehouden. Ik heb laatst nog, heb ik, want je kan ook filmpjes kijken op internet en dan zonder dat je Netflix hebt. Dat kan ook. Dus toen ben ik ook een beetje gaan zoeken en dan dacht ik van nou, ik wil die oude film dan wel eens zien. En ik wil die oude film dan wel eens zien. Want toen heb ik er een aantal weten te vinden en dan ga je dan kijken. En toen vond ik het beste indrukwekkende films, hè? Ergens in de jaren 80 of zo. Hè? En ik kijk er nu naar en dan denk ik, jeetje, dat ik dat toen goed vond. Wat een onzin allemaal. Die film van vermaak, want dat is het, hè? Je zit te kijken naar vermaak. Het is theater, het is puur vermaak. Het is allemaal wel grappig. Ervan uitgaande dat alles in de samenleving hunky-dory is. Nu ik weet dat de samenleving helemaal niet hunky-dory is, denk ik, ja, waarom zouden we dan kijken naar vermaak? Dat is denk ik het punt. Romans bijvoorbeeld, die lees ik niet meer. De laatste roman die ik met een fijn gevoel heb uitgelezen, dat was La Peste van Albert Camus. In het Nederlands dan weliswaar, dus ik moet eigenlijk zeggen De Pest van Albert Camus. Of Albert Camus. Nou, dat was een hele mooie, sfeervolle roman. En voor de rest, romans gaan weg. Nee, doe mij maar de harde werkelijkheid. En dan momenteel de harde werkelijkheid zonder drugs. Zonder alcohol, zonder suiker, helemaal niks. Gewoon actie-thee van de Albert Heijn. Lekker goedkoop. Laat mij maar stom verbazing, stom verbaasd, vol van verbazing kijken naar de goedgelovige mens. Die tussen de billetjes wordt gepakt. En een beetje Hosanna roept. Ik had zo'n jonge vrouw hier, een paar jaar terug, en die studeerde toen aan de landbouwhogeschool. Ja, dat heet tegenwoordig anders, maar wat er van over is gebleven. En zij studeerde milieuhygiëne, wat ik ook heb gestudeerd. En die was niet eens op de hoogte van de koolstofcyclus. Het koolstof is het element van de natuur. Dus al het levende in de wereld is gebaseerd op koolstof. En koolstof circuleert. En koolstofdioxide is een fase van koolstof. En koolstofdioxide wordt middels de fotosynthese bij planten wordt het gereduceerd, met een mooi woord, hè? Gereduceerd tot glucose. En die glucose, dat wordt dan binnen de planten, worden er vezels van gemaakt en al die dingen. Lalala. Uiteindelijk krijg je dus bomen en zo. Hè? En dan kan je die houtblokken, dan kan je weer op het vuur gooien en dan wordt het weer koolstofdioxide. Ja, en dan wordt het weer geabsorbeerd door, met de fotosynthese en dan wordt het weer glucose en dan krijg je weer vezels. Dat gaat dus in de rondte. Hè? Wist je niet eens. Je was derdejaars. Ja. En dat is dan de jeugd die mag meegaan denken over het oplossen van de duurzaamheid. Ik had vandaag een jonge man op bezoek en die zei dus ook duurzaamheid, het zegt me helemaal niks. En dat was een slimmerik dan. Hè? Dus niet iedereen is zo dom als die Trien die hier was.
Hij zei duurzaamheid, dat zegt me helemaal niks. Nou, daar heeft die jongen groot gelijk in. Mij zegt dat ook helemaal niks. Wat is dat duurzaamheid? Wij rijden met de drie oude knarren, rijden wij in oude auto's. We reden eerst in een Renault Clio en nou, Wim was er daar scheidsziek van dat ding. Die Clio is eindelijk weg en nou hebben we een Japans monster, een Mitsubishi. Die rijdt lekker, man. Nou, ik vind dat hartstikke duurzaam. Heeft de overheid daarop toe moeten zien of zo? Dan ben jij hem af. Dat hebben we zelf gewoon geregeld. Ik heb een tweedehands fiets gekocht voor 120 euro. Dat vind ik hartstikke duurzaam. Ik heb die twee spijkerbroeken gekocht in de aanbieding. 50 euro per stuk. Nou, dat vind ik hartstikke duurzaam. Dat is echt een mooie stof, lekker dik. Zit goed. Ga jaren mee. Ik heb iets van 2 jaar geleden heb ik een spijkerbroek gekocht bij de Primark. En die was dan weliswaar maar 30 euro. Maar dat kan je merken ook. Gewoon dun materiaal. Dat is belachelijk. Dat is niet zo duurzaam. Ja, doe mij die spijkerbroek maar die ik nou net heb gekocht. Dat is wel 15'tjes, maar goed. Daar kan ik weer heel lang mee aan, hoor. En wat is dan duurzaam? Of groen? Ja, alles moet groen zijn. Gisteren was dat. Gisteren moest ik even met de bus. En dan komt er zo'n bus voorrijden. En daar staat er een grote letters op. Deze bus die rijdt op groen gas. Wat is dit dan weer van onzin? Wat is dat dan weer, groen gas? Snap jij het? Ja, ik zou het niet weten hoor, wat groen gas is het. Groene stroom, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Dat opgewekt wordt met windenergie. Maar groen gas... Is dat dan biomassa, dat ze met biomassa, dat ze laten rotten en dan krijg je methaan en zoiets? Maar biomassa centrales zijn tegenwoordig ook alweer niet meer hip, dus is dat dan wel groen? Ja. Maar de goedgelovige mens die stapt in zo'n bus en die denkt, ja, dit is groen gas, dan ga ik met deze bus. Want dit is tenminste groen gas. Ze weten helemaal niet wat ze doen, man. Denk ik, hoor. Man. Als ze doen, maar wat? En ik kijk er gewoon met grote, verbaasde ogen naar. En dan vandaag zo'n jongen op bezoek die rustig kan nadenken. Hij kon ook schaken. Kijk, zie je, het kan wel. Nadenkende mensen. Die jongen heeft wel het een en ander meegemaakt en heeft ook stoute dingen gedaan. Maar dat maakt me toch geen donder uit. Ik heb liever iemand die stoute dingen heeft gedaan en nu, na al die dingen te hebben gedaan, blijkt te kunnen nadenken. Dan iemand die zogenaamd van zijn leven nog nooit iets fout heeft gedaan, maar die is zo dom als de achterrand van de werken. Door hem maak je niks wijs over groen gas. Die zal gelijk met mij in koor roepen van ja, dat is onzin. Hoezo groen gas? Wat slaat het op? We moeten ons niet gek laten maken. Daar gaat het om.
We moeten moreel gaan leven. Daar gaat het om. We moeten om elkaar gaan denken. We moeten niet alleen maar kijken naar theater. We moeten kijken naar elkaar. We moeten kijken naar het leven zoals het leven zelf is. Dat is veel belangrijker dan al die gekke tv en stomme kattenfilmpjes op YouTube. Maak je druk over je overbuurvrouw. Schrijf een brief aan je tante. Doe wat voor je kinderen. Leef. Zolang het nog kan. En kijk maar wat er in Nederland gaat gebeuren. Ja, bereid je daarop voor. In die zin, hè, ga er niet vanuit dat jouw oude dag, dat je kostje gekocht is. Leer jezelf maar armoedige gewoonten aan. Leer te leven van een paar euro per dag. Dat kan makkelijk, hoor. Dat is helemaal geen schande. Hele handige kunde als je dat onder de knie hebt. Maar het allerbelangrijkste is om je aan die moraal te houden. De moraal die uit de Bijbel komt. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. En niet hard genoeg benadrukken. Want een andere moraal ken ik niet. Alle andere moralen die gaan niet verder als een soort oppervlakkigheid. En er zit geen diepgang in. Maar het is niet genoeg. Ja, er is niet alleen een Christus geweest, maar na Christus is de antichrist opgestaan. En het zat eraan te komen. En de antichrist die regeert momenteel. Het is een strijd op leven en dood, hoor. Ga daar maar vanuit. En dat is dus jouw strijd onder moraal dus ook. Als jij niet moreel bent, dan ga je dood. Als jij je ook verlaagt tot het liegen en tot een lage seksuele moraal, en dan ga je dood. Dat wordt echt niet fijn voor jou. En je zal weerstand moeten bieden. En elke hulp die jij daarbij kan krijgen, die heb je hard nodig. En de hulp die je kan krijgen, ja, die staat in de Bijbel, snap je? Gratis en voor niks staat hij daar. Die staat op jou te wachten. De Bijbel nodigt jou uit om dat boek te begrijpen. Geloof me. Er komt een moment voor de mensheid waarop wij de Bijbel zo goed begrepen hebben dat we dat boek niet meer hoeven te lezen. Dat is misschien over 10.000 jaar of zo. Maar voorlopig is dat nog niet.
Eerst hebben wij dat boek te begrijpen en te omarmen en dat soort dingen. In te sluiten in onze gedachten. En dan de rest. De strijd is niet verloren of zo, hè? En de uitkomst staat al vast. De uitkomst is dat wij gaan winnen. Want wij zijn de kinderen van God. En God is de schepper van deze aarde. Dus iedereen die zich houdt aan het woord van God. Dat zijn de erfgenamen van de wereld. Natuurlijk is dat zo. En de kinderen van de duivel, die gaan eraan. Dat staat vast. Dus dat is makkelijk. Makkelijk te begrijpen. En je bent of het een of je bent het ander. Je bent of een kind van God of je bent een kind van de duivel. En de duivel wil niks anders dan chaos en destructie en leugens en jankende kinderen. En alles moet kapot. Dat wil de duivel. Dat wil de antichrist. En degene die alles kapot wil, die zal kapot gemaakt worden door God. En daarna wordt hij weer losgelaten, by the way. Maar er komt een rustperiode aan voor ons van 1000 jaar. Dat is beloofd, staat in het boek Openbaring. Maar dat heb ik jullie beloofd, daar ga ik me nog verder in verdiepen. En dan kan ik het allemaal netjes oplepelen aan jullie. Ik ga zo dadelijk ook weer verder luisteren wat ik nu doe, om het jullie even te verklappen. Ik luister naar alles wat ik op internet kan vinden over het boek Openbaringen. En ik ga het zelf ook pagina voor pagina lezen. Nou, dan moet ik mijn kennis en mijn logica erop loslaten en het dan voor jullie in hapklare brokken weten te gaan vertellen. Dat kan niet anders, of me dat goed gaat lukken. Dat kan niet anders dan dat het goed gaat lukken. En als ik dat goed doe, dan word ik daarbij geholpen door de Heere himself. Nou, dat geeft alleen maar meer kansen op succes, of niet? En ik ben het van voornemens, het is mijn wil. En het kan niet anders zijn dan dat het ook de wil is van God dat zijn boek goed begrepen wordt. Dus zijn woord goed begrepen wordt. Dan doe ik toch nog wat nuttigs met mijn leven. Ah, dat is een beetje overdreven gezegd, maar ja, het is nuttig om zoiets te doen. En ik denk wel dat ik dat kan. En zo moeilijk is dat niet. Ik heb hier de King James, ik heb de Statenvertaling, ik heb internet. En ik heb altijd nog Jörg Liesman om op terug te vallen. En Jörg Liesman kent nog meer bijbelkenners. En dus, nou, daar komen we wel uit. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ja? En in dat vertrouwen zeg ik nu tegen jullie op zijn hamburgers, tjus. En dag lieverds, tot de volgende keer.